Breda Nu. Je weet het meteen. Goeiedag Breda, mijn naam is Bart de Wit en het is weer weekend, dus dat betekent dat het weer tijd is voor een weekoverzicht. Afgelopen woensdag was er weer een editie van Sportief Tour in het jeugdland te Ulvenhout. En vaak staan mensen zonder handicap er niet echt bij stil hoe het is voor mensen met een beperking. En daarom gingen bij de Sportief Tour kinderen en jongeren met en zonder een beperking samen met elkaar sporten. Ja, het zijn vooral heel veel verschillende soorten kinderen. Je merkt ook dat kinderen van een reguliere basisschool, die gaan de anderen, degene die het wat moeilijker hebben, helpen. Dus dat vinden wij wel mooi om te zien. En iedereen werkt gewoon lekker samen. Hoe is het om zoiets te organiseren ieder jaar? Ja, fantastisch. Ik doe het al een heel aantal jaren inmiddels. En met even een knipje daartussen. Maar ik blijf het. Het is een grote klus om het te organiseren. Maar als je die kopjes ziet van die kinderen, die zijn zo super enthousiast. Ja, alleen maar leuk om te doen. Hoe is het om hier zo te sporten met iedereen? Dat is wel leuk. Heb je ook het idee dat mensen die een aandoening hebben ook gewoon mee kunnen? Ja, ze zijn heel aardig allemaal en ja. Maar ook de ambtenaren waren sportief bezig op woensdag, want ruim 300 gemeenten stuurden ambtenaren naar Breda om mee te doen aan het NK Veldloop voor ambtenaren hier in het Breepark. Hierbij deden duizenden ambtenaren mee met de hardloopwedstrijd over de Bavelse Berg, waaronder ook wethouder De Beer. Op deze manier willen ze een beetje af van het imago dat ambtenaren lui zouden zijn. Geen idee hoe dat de wereld in is gekomen, maar ja. Wat heeft u geïnspireerd om hier aan mee te doen? Ah, het enthousiasme. Ik ben 2-3 jaar geleden ben ik in Nissewaard geweest. Dat was ook de NK Veldloop. Toen vroegen die ambtenaren, doe mee. Ah, toen proefde ik daar die sfeer, fantastisch. En toen zei ik, dit moeten we naar Breda halen. Ah, toen heeft mijn collega Paul de Beer dat fantastisch gedaan. Ja, het was een hele leuke ervaring. Het was ongelooflijk modderig. En ook heel zwaar doordat er een paar hele zware klimmen in zaten. En ik zei net ook al tegen jullie collega's, ik wist niet dat er zo'n hoge berg was in Breda, dus het was best wel leuk om daar bovenop te lopen met een mooi uitzicht. Je kon Tilburg zien liggen en de stad Breda natuurlijk, dus genieten wel ook. Op 31 maart was de eerste stekmarkt van het seizoen en op deze markt konden creatievelingen hun producten aanbieden. Wij organiseren elke laatste zaterdag van de maand een markt. Oké, en hoe lang bestaat deze markt al? Tweede jaar, en dus we hebben het al een keer of 6 georganiseerd. En hoe gaat dat zo tot nu toe? Nou, het gaat erg goed. Het was gezellig druk. Het weer zit ook mee. En er is heel veel mensen langs geweest. Dus eigenlijk helemaal prima. Ik verkoop brood, biologisch brood. Zelf met de hand gemaakt in mijn houtoven. De volgende keer is weer op 27 april met Koningsdag. Er komen 300 nieuwe lichtplaatsen voor roeiboten aan de binnenzijde van de Singels. En wethouder Adank was aanwezig bij het slaan van de eerste meerpaal voor de nieuwe lichtplaatsen. Ruim anderhalf jaar geleden dat we begonnen zijn om de wens uit te spreken dat we meer lichtplaatsen wilden, maar dat we de kwaliteit van de lichtplaatsen ook wilden verbeteren. Nou, en achter je zien we dat er nu de palen aan het slaan zijn waar de bootjes tussen kunnen liggen. En nou, ik moet zeggen, ik ben er erg trots op het resultaat. Ik heb begrepen dat er nu ook meer lichtplaatsen bijkomen, klopt dat? Ja, dat klopt. We hadden een redelijk grote wachtlijst, dus we hebben gekeken of we meer lichtplaatsen konden organiseren. En het is ons gelukt om in ieder geval 50 tot 75 plekken meer in de Singels te kunnen neerleggen. In buurthuis Schageldonk werd een paasmiddag georganiseerd waarbij kinderen verschillende paasactiviteiten konden doen. Zoals bijvoorbeeld eitjes zoeken met de paashaas. En wat houdt dat in? Je gooit wortels en in de buik, dan eet je het op. Nee, dan valt hij naar beneden en dan in de mond, dan eet hij het gewoon. En jullie zijn al heel de dag die paashaas aan het voeren? Ja. Maar wordt hij dan niet super dik? Ja, dat wel, maar het is van karton. Ik vind wel dat jij heel goed bent. Heb je echt geen tactiek? Nee, ik gooi gewoon maar wat, dat is het enige. Ben je in alle spellen heel goed? Nee. Oh, en organiseren jullie dit elk jaar? Dit is eigenlijk het eerste jaar, omdat we ook nog niet zo lang weer open zijn. Dus dit is de eerste keer, maar we hopen wel dat we dit ieder jaar mogen doen. Ja. En wat voor nou het allerleukste van alles wat je vandaag hebt gedaan? Paaseieren zoeken. We gaan paaseieren zoeken. Kom, we gaan paaseieren. Voor muziekliefhebbers was er op paaszondag en maandag veel te doen. En voor de 22e keer trok namelijk de POB-parade weer door het centrum van Breda.
Het evenement werd georganiseerd door Stichting Poporganisatie Breda en er waren meer dan 50 gratis optredens op 13 verschillende podia. In Breda zijn we momenteel bezig met het experiment om bepaalde clubs pas om 6 uur te laten sluiten in plaats van normale 4 uur 's nachts. En daarom gingen wij de straat op om te kijken wat Bredanaars van het idee vonden. Ik denk dat dat niet zo'n goed idee is, omdat in plaats van mensen die dan nu om 1 uur komen, omdat het om 4 uur gesloten is, komen ze straks om 3 uur, omdat het om 6 uur gesloten is. Dus ik denk dat het niet echt handig is, vooral voor de mensen die aan het werk zijn, is dat vet zwaar. Clubs zijn slecht, je moet niet naar de clubs gaan. Je moet gewoon op thuis zitten, naar je vrouw gaan en naar school gaan. En zo naar Breda nieuw. Ik vind het wel chill. Alleen het was wel, als je dan om 4 uur sluit, kun je daarna nog wel lekker gaan eten. En ik denk wel dat als je het om 6 uur sluit, dan gaat iedereen natuurlijk door tot 6 uur. Dat zijn ze pas om 7:30, tijdens het al lang weer licht. Maar ja, mij lijkt het wel chill. Want je hebt toch wel weer een langere dag. En mocht je nou werken tot 1 uur of 1... 's nachts, wat het kan, dan kun je daarna nog altijd aansluiten. En dan kun je nog wel langer feesten dan dat je daar nog maar 3 uurtjes blijft. Dan kun je gewoon 4 of 5 uurtjes kun je nog lekker stappen, lekker drinken. En ook deze week hebben we natuurlijk weer een foto van de week. En deze keer is er ingezonden Ronald Westerbeek en is de nieuwe weg te zien. Heb je zelf nou ook mooie kiekjes gemaakt? Wees dan niet bang om ze door te sturen naar redactie@bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. En volgende week zijn we natuurlijk weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Fijn weekend en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.